Hoe de ploeg er precies voor staat, dat weten we niet exact. Want de training vandaag was achter gesloten deuren. En dat is niet zo heel erg gek, want de ploeg wil in alle rust toewerken naar dat belangrijke duel. Morgenavond in eigen huis tegen Excelsior. En het is ook niet zo gek omdat het in het verleden en in de voetballerij vrij gebruikelijk is. En in het verleden vaker gebeurde, ook in de periode dat Fortuna streed tegen degradatie aan het einde van het vorige seizoen, dus onder Jos Ulte. Maar Julio Velasquez was wel even bereid om te vertellen hoe de eerste dagen op het trainingsveld met zijn ploeg hem zijn bevallen. This week uh, begin begin to, to work, different tactical aspect when you have the ball. Als je de bal niet hebt, als je de bal ball, when je de bal verliest, is het belangrijk: om een plan, hebben, een strategie. Maar het belangrijkste is de attitude uh, in de dressing room. Uh, we improve, we won't learn. Fortuna versterkte zich deze week nog met rechtsback Timo Navarro, een ervaren Spanjaard. Die samenwerkte met Velasquez bij Alaves. Of hij gaat spelen en of Mats Zeuntjes terugkeerde in de basis, daar wilde de nieuwe trainer niets over kwijt. I don't like to speak about this the, the day before. No? Because voor uh, respect voor mijn my, for my players, voor mijn team, and then, because voor uh, de opponent, for the opponent team is important uh, you know, to give information. En als we dan de stand erbij nemen, zien we meteen alle belangen die er op het spel staan. Fortuna staat laatste, 1 punt uit 6 duels. Excelsior is de verrassende nummer 7 in de Eredivisie als promovendus en zal zeker niet onderschat mogen en kunnen worden. De belangen zijn groot. Morgen bij Fortuna Sittard tegen Excelsior. Allemaal live te volgen vanaf 9 uur op L1 Sportradio.